Hey, welkom. Leuk dat je kijkt. We gaan vandaag de 13 tips en tricks doornemen wanneer je zwanger bent of wanneer je bekkenklachten hebt. Deze tips kan je heel goed direct toepassen in het dagelijks leven. Dus ben je zwanger of heb je zwangerschapsgerelateerde of bekkenklachten? Blijf vooral kijken en doe met mij mee. Nou, als eerste is het nog een inkoppertje. Blijf bewegen. Het lichaam in beweging houden. Zorg ervoor dat we lekker mobiel blijven. Dat onze doorbloeding lekker op gang is. En zorg er ook voor dat we fit zijn voor de bevalling. Daarnaast is het heel belangrijk dat we de buikspier die van dit heupgewricht naar deze loopt. Dat we die aanspannen, maar ook trainen. Omdat we die nodig hebben bij het juist uitvoeren van bepaalde activiteiten waar ik zo op terugkom. Dus hoe trainen we deze? Is door onze navel ietsjes in te trekken en weer los te laten. Je kan het heel duidelijk voelen. Hier heb je die heupbotjes. Ga dan met je vinger net iets voor zitten. Trek die navel ietsjes in en laat weer los. Zorg dat je de rest van die hele regio ontspannen houdt. Dat je echt puur alleen die navel intrekt en weer loslaat. En wanneer je hem dus ietsjes aanspant, dan voel je ook meteen dat je vingers ietsjes worden weggeduwd. En als je dat moeilijk vindt om hier controle op uit te oefenen, neem hier dan echt eventjes de tijd voor. Om echt eens te voelen van, hè, doe ik wat ik moet doen? Voel ik wat ik moet voelen? En voel echt dat die vingers worden weggedrukt als je die navel intrekt. Dus trek die navel in en laat weer los. Trek die navel in en laat weer los. Doe het gerust 10 keer aanspannen en weer loslaten. Dat kan je ook gedurende de dag op verschillende momenten doen. Wanneer je bijvoorbeeld aan het afwassen bent of je zit eventjes aan tafel. Ga dan eventjes voor jezelf die spier trainen. En zo kan je hem steeds makkelijker toepassen in je dagelijkse activiteiten. Daar kom ik zo op terug. Nou, daarnaast is het natuurlijk belangrijk om vaak af te wisselen van houding. Te lang zitten, staan, lopen, liggen. Zorgt ook allemaal voor zeurende klachtjes. Dus blijf niet te lang zitten, niet te lang liggen, niet te lang staan. Wissel die activiteiten af. En daarnaast kom ik tot het volgende punt, inspanning en ontspanning. Zorg dat dat in balans is. Dus wat je van jezelf vraagt, probeer daar tegenover ook die ontspanning in te lassen. Dus weet je van jezelf dat je een drukke ochtend hebt. Zorg dat je in de middag even een rustmoment voor jezelf hebt. En dan komen we ook op dat je gedurende de dag ook naar je lijf moet leren luisteren. Dus merk jij dat je 's ochtends een bepaalde wandeling hebt gemaakt en bij thuiskomst dat je wat zeurderige pijntjes hebt, dan weet je dat die wandeling waarschijnlijk iets te lang is geweest. Ga kijken of je, als het bijvoorbeeld 30 minuten was, als je de volgende keer 20 minuten gaat wandelen, of je dan zonder klachten thuiskomt. Dus dat geeft ook aan in hoeverre je naar je lijf moet luisteren. Want die geeft duidelijk signalen tot waar je kan komen en wanneer je weer een stapje terug moet nemen. Dus wees daar niet blind voor. En dat gaat natuurlijk ook voor werkgerelateerde zaken. Moet je voor je werk veel zitten en merk je dat je na een uur zitten eigenlijk al wat klachten begint te krijgen. Zet even een kookwekkertje na 3 kwartier of je wekker op je telefoon. Dat je weet dat je in ieder geval na 3 kwartier even gaat opstaan. Je wandelingetje doet. Of eventueel wat oefeningen tussendoor. En dat je daarna weer gaat zitten. Of natuurlijk een hoog-laag bureau hebt. Dat je eventueel ook deels staand kan werken. Dat zou helemaal ideaal zijn. Nou ja, naast het luisteren naar je lichaam komt dat ook meteen bij het volgende punt. Is dat je om hulp durft te vragen. Je bent waarschijnlijk nogal geneigd om alles zelf te doen. Dat lukt nog wel, dat kan nog wel. Of dat je denkt, ja, ik ben nog maar 20 weken in mijn zwangerschap. Ik kan het huishouden nog wel van A tot Z doen. Probeer af en toe wat vaker hulp te vragen. Is het daadwerkelijk nodig dat je elke dag stofzuigt? Dat die vaatwasser per se 's ochtends leeg moet wanneer je nog aan het opstarten bent? Kan dat ook wat later? Kan je dat ook aan je man vragen of aan je vriendin? Of noem het, hè? Wie kan jij inschakelen om de zwaardere activiteiten voor jou te doen? Zoals stofzuigen, iets van bovenaf pakken wat voor jou kantje aan lukt. Heb even geduld, vraag iemand. En dat is tegelijkertijd ook luisteren naar jezelf, hè? En die balans houden tussen inspanning en ontspanning. Nou, komen we bij het item tillen.
als je iets moet tillen of verplaatsen, altijd eerst die navel intrekken. Dus ga je iets tillen, zorg dat het zwaartepunt in het midden zit. Dus eigenlijk een soort squatbeweging. Ja, als je iets moet tillen van de grond, eerst die navel intrekken. Zorg dat de knieën niet voorbij je tenen komen. En ga dan pas tillen. Dan kom ik bij het volgende punt. Als je iets tilt, ga dan niet vanuit een schuine beweging iets tillen. Dus til echt vanuit je kern. Ga dichtbij staan wanneer je iets moet tillen. Want vanaf dichtbij is het minst zwaar. Zorg dat je recht tilt en dan pas draait als dat nodig is. Dus nooit in een draai iets tillen. Nou, en mocht het dan zijn dat je iets niet kan tillen, vraag wederom om hulp. Nou, naast het inspannen van je intrekken van je navel, het aanspannen dus van die buikspier bij het tillen, is dat ook heel belangrijk bij het opstaan. Dus als jij zit op een stoel en je wil gaan opstaan, ga dan niet zoals je gewend bent, hup, meteen opstaan. Nee, ga eerst naar het puntje van je stoel. Dat geldt ook voor als je opstaat uit bed. Naar het puntje van je stoel. Trek die navel in en ga vanuit hier met je voeten iets naar achteren en dan opstaan. Dan zie je ook, als ik het van de zijkant laat zien, zie je dat het vanaf hier nog maar een hele kleine beweging is. Terwijl ik helemaal achter in mijn stoel zit en ik ga vanaf hier opstaan, vraag ik heel veel belasting van die lage rug. Terwijl als ik op dat puntje ga zitten, voeten goed onder mijn stoel heb, mijn navel iets intrek en vanaf hier opsta, is dat een stuk minder belastend. Nou, daarnaast, als we zitten, probeer dan niet te veel als je zit met die benen over elkaar te zitten. Dat zijn we nogal geneigd, maar juist dat met die benen over elkaar zitten zorgt ervoor dat er veel spanning opbouwt in die bekkenregio. En juist ook voor die bevalling hebben we nodig dat het bekken open staat. Dus het is misschien wat minder charmant dan je gewend bent van jezelf. We gaan met die benen een beetje wijd zitten. Daarnaast, als je fietst, kijk ook of je niet te veel met die knieën naar elkaar toe fietst. Want met die knieën naar elkaar toe zorg ook dat het bekken zich gaat sluiten en juist meer spanning geeft. Probeer echt je knieën in een rechte positie naar voren te laten wijzen. Daarnaast is het belangrijk als we staan, ik heb het al vaker benoemd, hè? Als we staan, dat we niet zakken door één heup. Dus ik zal het laten zien. En vaak hebben we de neiging om door één heup te zakken. Nee, zorg ervoor dat je twee benen tegelijk belast. Dat je in het lood staat. Zodat je het gehele lichaam gelijkmatig belast met die zwaartekracht die we de hele dag eigenlijk op ons lijf hebben drukken. Hè? Die neiging hebben we heel vaak om door die heupen te gaan zakken. Maar ook die is echt funest voor de belasting. Daarmee zorgen we voor een stukje overbelasting. En gaan die banden meer op rek staan. En dat zorgt ook juist weer voor meer klachten. Ja, en de volgende vond ik tijdens mijn drie zwangerschappen heel erg suf. Want ik ben heel erg van de snel. Zittend aankleden. Dus ga echt zitten wanneer jij je broek aantrekt. Je sokken. Wanneer je je uitkleedt. Want dat zorgt ervoor dat je ook een gelijkmatige belasting op je lijf uitoefent. Door het staand aan en uit te trekken, heb je heel erg die eenkantige belasting. Ja, en dat brengt me eigenlijk gelijk op het volgende punt. Traplopen. Probeer traplopen ook echt gelijkmatig uit te voeren. Dus echt tree voor tree, zonder dat je je lichaam verplaatst. Dus probeer echt je balans te vinden in het middelpunt. En vanaf hier die tredes te bewandelen. En niet te gaan hangen aan die trapleuning. Niet door je heupen te zakken. Of niet je lijf heel erg zwaar aan één kant laten belasten. Dus probeer ook echt bij traplopen die navel iets in te trekken. Dat zorgt er ook al voor dat je minder snel gaat zakken. En dat je je lijf gelijkmatig belast. Ja, en dan zijn we eigenlijk al door de 13 belangrijkste tips en tricks heen. Heb jij nog vragen? Of dat je zegt, joh, maak hier eens een filmpje over. Of maak wat meer zwangerschapsgerelateerde filmpjes. Laat het me weten. Plaats een comment. Abonneer je vooral op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste filmpjes die ik elke week plaats. En dan...